Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God, Amen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Het Woord van het Leven. Vandaag gaan we het hebben over iemand, een personage uit de Bijbel, die best wel veel besproken wordt en met reden ook, want het is iemand met een verhaal wat super super menselijk is en super super relatable. Ik kan me er heel vaak goed aan spiegelen en ik denk heel veel mensen ook. En deze persoon is Jona, Jona de profeet. Het boek Jona in de Bijbel beslaat vier hoofdstukken. En de vers die we vandaag gaan bespreken komt uit het laatste hoofdstuk. Dus uit het vierde hoofdstuk. En om het makkelijk te onthouden is het ook vers 4. Dus Jona 4, vers 4. En daar staat: Maar de Heere zei: Bent u terecht in woede ontstoken? Dus dat is een vraag aan Jona. Hij vraagt hem: Ben jij terecht boos geworden? Wat is er gebeurd? En om te begrijpen waarom God Jona dat vroeg, moeten we eigenlijk even terugspoelen naar de rest van de hoofdstukken. Dus hoe het verhaal daar is gekomen. Vier hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk geeft God een opdracht aan Jona om eh, te gaan prediken over God en te gaan vertellen aan de mensen in Nineveh dat God boos op ze is en dat ze zich moeten bekeren, dat ze terug moeten keren naar God, omdat hij echt niet blij is met wat ze zouden of met wat ze aan het doen waren of hoe ze bezig waren in hun leven. Jona uh, had daar niet zo'n zin in, dus Jona is eigenlijk uh, gevlucht voor God. Dus God gaf hem die opdracht. Hij dacht, nee, dat zie ik niet zitten, ik ga weg, ik ga totaal de andere kant op vluchten. Hij ging, hij moest naar Nineveh, en ging naar Tarsis. Nineveh ligt ongeveer in Irak en Tarsis ligt ongeveer in Spanje. Dus hij ging een boot op en hij ging reizen met die mensen mee en hij dacht, uh, dacht God, ik, uh, ik ga dit even niet doen. Um, op die boot, nou superveel storm. Die mensen wisten niet wat er aan de hand was. Zijn er uiteindelijk achter gekomen dat het kwam door Jona. Dat er zoveel stormen waren. Omdat Jona God ongehoorzaam was geweest. En hebben toen besloten om hem in de zee te gooien. Nadat ze Jona in de zee hadden gegooid. werd alles weer rustig. En die mannen zagen dat. En die mannen bekeerden zich. Ik wil dat je dat even onthoudt, want daar komen we zo op terug. De mannen op de boot dus, de ongelovige mannen op de boot. die bekeerden zich tot God. Terwijl dat eigenlijk niet eens Jona's bedoeling was. Dus onthoud dat, komen ze op terug. Dat is in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2 begint ermee dat Jona al in de vis zit. Hè? Want in de tussentijd had God natuurlijk die vis gestuurd. Die walvis die heeft Jona opgeslokt in zijn geheel. En in hoofdstuk 2 bidt Jona tot God om hem te verlossen uit dat donkere. Ellendige, nare stukje. waar hij zich op dat moment bevond. Want er was geen hoop. Het was een beetje een hopeloze situatie. Hij dacht: ik ga hier sowieso dood. Maar God haalde hem uit die vis aan het eind van hoofdstuk 2. en die vis spuwde Jona op het droge. Hè? Dus in hoofdstuk 1 um, geeft hij een beetje een introductie over het verhaal. In hoofdstuk 2 is hij de vis al in en uit geweest. In hoofdstuk 3 gaat Jona dus uiteindelijk doen wat God van hem heeft gevraagd. Hij ging naar Nineveh en hij ging de mensen daar vertellen over God en over dat. Zij zich moesten bekeren omdat God dat van ze wilde, omdat zij uh, van hem af waren gedwaald. Wat de mensen in Nineveh ook deden. Dus ook Nineveh, de stad, de mensen in de stad, die hebben berouw getoond, die hebben een boetkleed aangedaan, die hebben offers gebracht en die zijn teruggekomen bij God. Die zijn hun uh, zonden hebben die achtergelaten, die hebben ze weggedaan en ze zijn een nieuw leven gaan leiden. Zo eindigt hoofdstuk 3 omdat de mensen waren bekeerd uiteindelijk, heeft God afgezien van de straf die hij ze wilde aandoen in de eerste plaats. Jonah vond het niet eerlijk dat God dus had gekozen om die mensen te vergeven. Hij zei, waarvoor was al die moeite dan nodig? Ik wist toch al dat je ze zou vergeven. Ik wist toch al dat je goed voor ze zou zijn. Waarom moest ik dit allemaal meemaken? En is toen super kwaad geworden. En toen heeft God hem dus gevraagd. In hoofdstuk 4, vers 4. Ben je terecht boos? Ben jij nu terecht in woede ontstoken? En op dat punt zien we dat er eigenlijk iets verandert bij Jona. Want Jona denkt. Ja, doei en gaat weg. Geeft God geen antwoord meer. En gaat vervolgens ergens uh, zitten op een heuveltje, kijken naar hoe het af zal lopen met de stad Nineveh. Want God heeft nou eenmaal besloten dat hij ze geen straf meer gaat doen. Maar Jona zit nog steeds te wachten op een soort van actie. Want hij vond het niet eerlijk dat hij al die moeite moest doen... zodat zij uh, zich konden bekeren en niet meer zouden... Um, um, ja, gestraft zouden worden. Let wel. We zijn nog niet klaar met het boek Jona. Maar in de tussentijd zijn twee mensen, groepen mensen bekeerd... De mensen op de boot waarop Jona probeerde te vluchten en de mensen in de stad Nineveh, 100.000 man. Dat is gebeurd. God heeft twee keer in de tussentijd aan Jona gevraagd of hij naar Nineveh wilde om dat te doen. Jona heeft pas de tweede keer geluisterd nadat hij door God was gered uit de walvis. En God heeft hem nu één keer gevraagd, ben je nou terecht boos over dat ik lief ben voor die mensen? En Jona is eigenlijk een beetje kleinzielig op een heuveltje gaan zitten ten oosten van de stad. Om te kijken wat er zou gebeuren. Om te kijken nou ja, of God echt door zou zetten met het vergeven van die mensen. En natuurlijk was het heet waar Jona ging zitten. Dus hij zocht een plek met een schaduw. En God zorgde ervoor dat er een wonderboom kwam. Zodat Jona in de schaduw kon zitten. Jona was daar natuurlijk super blij mee. Die dacht: oké, okay, chill, ik ga onder die boom zitten en het is allemaal oké. Okay. De volgende dag zorgde God ervoor dat die wonderboom weer verdween. En toen was Jona weer verdrietig en sad. En hij zei tot God: Neem me alsjeblieft. Ik ben zo verdrietig tot de dood aan toe. Dus het was best wel een dramatisch antwoord wat hij gaf. Hè? De boom kwam, de boom ging weer weg. En Jona vond zichzelf zo ontzettend zielig en zo ontzettend sneu. Dat hij tegen God zei: Maak me maar dood. Het is klaar. Het had toch geen zin wat ik deed. Ik ben hier naartoe gekomen. Je hebt ze toch vergeven. Het heeft allemaal geen zin gehad. Je wilde ze al vergeven zonder mijn hulp. Nu geef je me een boom, je neemt hem weer weg, uh, maak me maar dood. En toen vroeg God hem voor de tweede keer dezelfde vraag: Ben je terecht in woede ontstoken? Denk daar nou even over na. En Jona zei: Ik ben terecht in woede ontstoken. En toen heeft God tegen hem gezegd: Jij bent zo verdrietig over een boom die je net een dag kent, een boom die je net hebt gekregen, zomaar, zonder er moeite voor te hoeven doen. Heb jij een boom gekregen waar je nu zo zo verdrietig over bent dat hij weg is? Hoe kan ik als God die van de mensen houdt, die de mensen heeft gemaakt. Hoe kan ik niet verdrietig zijn over de zielen van al die mensen die zouden heen gaan? Dus ja, ik was boos op ze, omdat ze ervoor kozen weg bij mij te gaan. Ik was verdrietig over hun verraad naar mij toe. Maar ik wil dat ze bij me zijn. Ik wil bij ze zijn. Ik wil hun God blijven. Ik hou van de mensen meer dan jij van die boom. Hoe kan, hoe kan je terecht zo boos zijn? Ze Zij heeft hem twee keer gevraagd om even aan zelfreflectie te doen. En het mooie daaraan is, is dat God eigenlijk een heel um, menselijk gesprek voert met Jona. Hij zegt tegen hem van Goh, hoe komt dat nou? En laat me je uitleggen wat er nou aan de hand is. Laat me je laten zien waarom ik ervoor kies om bepaalde dingen te doen. Dat hoeft God natuurlijk helemaal niet te doen. Maar hij respecteert het gevoel van Jona. Hij respecteert die woede van Jona, die hele menselijke emotie. Door hem gewoon even uit te laten razen en hem te vragen van Goh, ben je nou terecht boos? Hij zei niet tegen hem, je mag niet boos zijn. Hij zei niet tegen hem, doe nou even normaal. Hij zei tegen hem, hij liet hem gewoon met alle geduld zien, dit is hoe ik omga met de mensheid. Dit is ook hoe ik omga met jou. Want Jonah was even in alle drukte en alle zelfpity uh, een beetje vergeten dat God hem net had gered uit een walvis waar hij ook gewoon dood in had kunnen gaan. Omdat hij probeerde te vluchten voor God. En dat klinkt natuurlijk heel groot: hè? dat als God iets van ons vraagt, dat we dan proberen te vluchten daarvoor en precies het tegenovergestelde te gaan doen. Maar vluchten is niet letterlijk, want niemand vlucht echt voor God, want God is natuurlijk alomtegenwoordig. Maar wat is ook vluchten voor God? Vluchten voor God is dat als ik weet dat het goed voor mij is om te biechten, dat ik dan denk: nee, volgende week. Dat is ook een beetje vluchten. Vluchten is als ik weet dat ik misschien. Beter taalgebruik zou moeten gebruiken. Dat ik er toch voor kies om te blijven schelden. Want dat is makkelijk en dat is cool en dat is stoer. Vluchten is ook dat als ik weet. Eigenlijk in alle situaties. Dat ik weet wat ik eigenlijk moet doen. Dat ik Gods stem echt wel heb gehoord. Omdat God best wel duidelijk tegen mij praat. En er dan toch bewust voor kies om te denken. Eh, volgende keer. Dus. Vluchten is niet zo groot als het lijkt of als het klinkt. Vluchten zit ook in kleine dingen, in gedragingen die wij elke dag doen. En vervolgens, door onze eigen, door onze eigen uh, acties, hebben we soms het gevoel dat we boos moeten zijn op God. Ja, ik heb mijn zin niet gekregen. Ja, uh, uh. neem me maar. Neem me maar. Ik ben zo verdrietig tot de dood aan toe. Of ik ben zo boos tot onder de, aan de dood toe. Terwijl God denkt: maar wat is nou precies gebeurd? Heb je wel gekeken naar je eigen acties? En de consequenties van je eigen acties. En waarom ben je zo kwaad over mijn liefde naar een ander... terwijl ik jou ook liefde geef? Waarom kan jij je, je zo erg opwinden over het, het, het feit... dat ik een ander ook wil vergeven... en dat ik iedereen dicht bij me wil hebben, niet alleen jij? Dus denk daarover na. Jonah is eigenlijk zo ontzettend relatable voor ons als mens... terwijl het een grote profeet is uit de Bijbel. Maar er is een reden waarom die in de Bijbel staat. Omdat jij en ik en wij allemaal... Eigenschappen hebben die al die mensen hadden in de Bijbel. Al die fouten die zij hebben gemaakt, die hebben ze gemaakt, zodat wij ervan kunnen leren. Dat betekent niet dat wij ze niet meer gaan maken, want we maken ze en we maken ze met verven en heel heel vaak. Maar waarom zou ik niet die ervaring gebruiken om er iets voor mezelf uit te halen? Dus probeer niet altijd te vluchten voor God, wat, wat God van je vraagt. Probeer je best te doen. Probeer een ander ook te gunnen dat God van hem of haar houdt, dat Hij daar hem en haar dingen geeft. Besef je dat het proces voor een ander ieder, ieder ander is? Dus de mensen op de boot hebben een ander levensverhaal gehad, maar zijn uiteindelijk bij God uh, terechtgekomen. De mensen in Nineveh hebben een soort, bepaald soort leven gehad, zijn uiteindelijk bij God gekomen. Maar ook Jona, als zijn leven niet op deze manier was gelopen, dan was hij niet uiteindelijk dicht bij God gekomen of in de hemel. Als God, als God hem zijn zin had gegeven, als, als Jona had gekregen wat hij wilde, dan was hij niet naar de hemel gegaan. Dan, had, um, dan was hij gevlucht naar Tarsus. Had hij in Spanje uh, gewoond. En dan had God nooit meer nog een keer naar hem gevraagd: Van: um, Ja, uh, ga je nou nog naar Nineveh of wat? Als Jona niet ongehoorzaam was geweest. Was hij niet op de boot terechtgekomen? Was hij niet van de boot afgegooid? Was hij niet in de walvis terechtgekomen? Had, wal, had hij God niet gezocht door te bidden in de walvis? Had God hem niet uit de walvis gehaald en hem weten te redden? Meerdere keren. Dus ook al, ook al deed Jonah zo zijn best om bij God weg te komen, op een gegeven moment is het tijd om te beseffen dat God je zoekt en dat God je wil en dat je bij God terecht moet komen. Dus. Dat is het uiteindelijke doel. Ja, het was een moeilijke situatie. Ook voor Jona was het helemaal niet leuk. En we doen daar ook niet aan af. Het was niet leuk, want hij was inderdaad een paar keer bijna dood gegaan. Hij moest superveel moeite doen waarvan hij niet helemaal zag waarom dat was. Maar hij heeft er superveel mensen mee gered. Door God natuurlijk. En uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Voor iedereen in dit verhaal. Dus soms snappen we niet waarom God dingen van ons vraagt. Soms denken we van, wil je nou dat ik extra moeite doe voor saus? Soms denken we, hmm... Um, dit was niet helemaal nodig. Ik snap niet helemaal waarom God dit doet, maar er zit een reden achter. En die reden van God is altijd liefde. God wil ons dichtbij zich hebben. Ook de mensen van Nineveh, die honderdduizend mensen die helemaal de weg kwijt waren, God wilde ze dichtbij. Want God houdt van ons en hij discrimineert daarin niet. Wij discrimineren daarin. Jona vond dat zij het niet verdiende, maar in de som. Uiteindelijk is het Gods mening die ertoe doet en niet die van Jona, ook al is hij een grote profeet geweest. Dus doe je best, want iedereen maakt fouten. En probeer dichter bij God te komen. God wil jou daar. God wil jou dicht bij zich hebben. Ik hoop dat je er op een andere manier hebt naar kunnen kijken, dat je die drie dagen uh, mee hebt willen vasten. En ik hoop dat je er uh, drie dagen van maakt voor, van berouw. Ik hoop dat je er drie dagen van maakt om naar God te luisteren en. Te proberen te, ge te gehoorzamen. We zijn allemaal een klein beetje Jona. En God houdt alsnog van ons. Ik zie je bij de volgende aflevering van het woord van het leven. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Eén God. Amen.